We moeten bij mensen met minder zelfredzaamheid niet alleen kijken naar de diversiteit van hun beperkingen, maar ook van hun krachten. Dat zei Dieneke de Groot, president van de Hoge Raad, woensdagmiddag 14 december tijdens het seminar Doen of Laten. Dat seminar ging over de rol van beroepsorganisaties en beoefenaren bij dienstverlening aan mensen met een beperkte zelfredzaamheid. Ook waren er 3 reflecties vanuit de politiek, de maatschappij en de wetenschap. Als je het hebt over mensen met een beperkte zelfredzaamheid, dan vind ik dat iedereen daar een hele belangrijke rol in draagt. Groot, klein kantoor, notariaat, gerechtsdeurwaarders, elke beroepsbeoefenaar en organisaties moet recht toegankelijk maken. Als je vanuit de mens nadenkt waar zij behoefte aan hebben, dan gaat het om breed luisteren. Vervolgens ook echt je dienstverlening daarop aanpassen in de meest brede zin van het woord. Als die problemen er zijn, leggen we die op tafel, lossen we dat op. Want de mensen verdwalen in de loketten-jungle terwijl iedereen klaar staat. Ook al deze beroepsorganisaties. Ja, de rol van de beroepsbeoefenaars is dat ze het probleem achter het probleem signaleren. En dat gaat verder dan het juridische vraagstuk. Maar daarnaast doorverwijzen op een manier dat mensen die beperkt zelfredzaam zijn daar ook iets mee kunnen. Het seminar in Nieuwspoort werd georganiseerd door de beroepsorganisaties voor advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en gerechtsdeurwaarders. Allemaal willen ze zich inzetten voor mensen die de weg naar juridische en financiële dienstverlening niet goed weten te vinden. Het probleem is dat er best veel groepen zijn in de samenleving die nog onvoldoende gebruik kunnen maken van rechtsbijstand, waar dat wel heel erg nodig is. Want als je daar niet tijdig of helemaal niet bij komt, dan verergeren problemen alleen maar. En we hebben vandaag een begin gemaakt met het gesprek aangaan met elkaar om te kijken hoe wij al deze mensen veel beter kunnen helpen. Beroepsorganisaties en hun leden hebben in ons geval een wettelijke plicht, maar daarmee hebben ze ook een maatschappelijke plicht. Nou, die maatschappelijke plicht die strekt zich zeker ook uit tot mensen met beperkte zelfredzaamheid. Accountants hebben expertise op het gebied van financiële dienstverlening. Heel veel mensen hebben daar ook problemen mee, dus ik vind dat wij ons daar absoluut voor moeten gaan inzetten en moeten inspannen. Ik denk dat de grote winst te behalen is als de beroepsorganisaties met elkaar gaan samenwerken. Onderkennen waar het probleem is, dat probleem oplossen en als het nodig is in bredere zin voorkomen dat dat kleine brandje een grote uitslaande brand wordt. Iedere Nederlander moet weten dat de notarisrecht voor iedereen is. We voorkomen problemen en door een testamentje te maken, door een samenlevingscontract of een stichting op te richten, voorkom je dat je daarna bij een advocaat of bij de rechter terechtkomt met veel grotere problemen. De NOB is in samenwerking met een aantal partners op dit moment bezig met de oprichting van een platform voor fiscale rechtshulp. De bedoeling is dat wij bijdrage gaan leveren aan het verlenen van de fiscale rechtshulp in Nederland. Dat doen we onder andere komend jaar door het opnieuw in leven inblazen van de landelijke aangiftedag.